Hallo mensen, welkom bij een nieuwe packopening. Ik heb veel packopenings, ik heb er zin in. Dus, zoals je kunt zien, dit is gewoon een special. Het is echt een hele korte video, maar twee pakketten die ik ga openen vandaag. Zoals je kunt zien, FUT United was zoiets speciaals, zo emulementen en BBL kaartjes als gewend. Maar zoals je kunt zien, mijn overzicht, mijn record, ik suk. Dus ik zal zeker geen munten krijgen. Het zou cool zijn, van wel, maar don't give a fuck at all, really. Dus zoals je kunt zien, twee packs. Zeldzaam spelerspakket, meest unieke topspelers, vanavond in één pakket. 12 items, allemaal spelers, allemaal goud en allemaal zeldzaam. Oh, kijk. Muntje. Ik heb een fles water bij elke speler. Gewoon, ik heb twee pakketten. Ik ga een slopaard nemen, als het echt een goede speler is, puur het gewoon uit en dan kun je wel denken van, oh, is fake. Als ik een echt goede speler zie, kan ik hem niet inhouden. Of misschien wel. Misschien ook niet. Dus we gaan 1000. Nee, kom een perceptie is nooit zo, maar dat moet even zo. Kijk, dat, bij die gevallen kan ik me niet inhouden. Oh my god, ik heb een Messi, ik heb. Dit is niet normaal. Ik heb ook zo mijn vriend Bram zien, die ook. Dus. Oh. What the fuck? Oh, oh, oh. Naarclub. Ik ga gewoon de tweede pack doen, zien, en ik ga gewoon kijken. Water, moesbiet op water, opruimen. Vidal. Mm-hmm. Maar eigenlijk, een team, allemaal niet. Moutinho, ja. Nee, ik zou niet verkopen, nu actie wel. Oxley, Chamberlain. Zou ik niet kopen. Was Vidal. Hij is goed waarschijnlijk. Want ik ondertussen kijken, nou, we hebben toch genoeg tijd. Als een club. Dus mensen, ja, ik bedank je voor het kijken. Ik ben er nu, we hebben een Messi gepakt deze aflevering. Het is een klein special, gewoon die ik waarschijnlijk nu nog de dag kan nu speed editen. Waarschijnlijk. Misschien komt hij vandaag, maandag of morgen, dinsdag online. Mensen, ik ben er nu. Insane pack luck. Yo. Hallo mensen, welkom bij nu. Ik ben samen met Stijn. Ja, oké. Okay. Hallo. We gaan vandaag Jarno versus doen. Vandaag doen we Jarno versus Stijn.